Het district Para is gisteren opgeschrikt met een ernstig protest vanuit de inheemse gemeenschap. In het dorp Hollandse Kamp zijn aan derde gronden uitgegeven die behoren aan het dorp. NDP-parlementariër Patrick Kensenhuis wees vandaag in de Nationale Assemblée erop dat na de vervreemde gronduitgifte in Kommerwijnen het parlement nu weer geconfronteerd wordt met dit fenomeen. Voorzitter, we vragen ernstige aandacht voor dit aspect. Als het grondrechtenvraagstuk nog niet is aangepakt, er is nog geen sprake van wettelijke erkenning, laat op dit moment geen enkele gronden percelen worden uitgegeven in gebieden van de tribale en van de inheemse. En in diezelfde relatie breng ik het, voorzitter, omdat ook in het district Para gisteren aan de orde is geweest van een dreiging bij vooral de paraplantages, omdat men er ook daar sprake is van gronden die ten onrechte worden uitgegeven. Voorzitter, ik vraag de minister serieuze aandacht hiervoor en dat beschikkingen die zijn uitgegeven worden ingetrokken. En dat we gaan kijken hoe we dit probleem verder oplossen. Dank. Edward Belfort wees erop dat de regering Santokki-Brunswijk menens was om het grondrechtenvraagstuk op te lossen. Echter zegt Belfort dat dit probleem nu ergere vormen aanneemt. Zodanig dat de bewoners van het dorp Hollandse Kamp in Para moeten opkomen voor hun rechten. Hoeveel gronden van onze broeders en zusters van inheemse komaf zijn uitgegeven via uw andere regering? Kunnen we overzicht krijgen van de uitgaven van gronden in woongebieden van tribale en de inheemse bevolking, voorzitter? Want het Lekono en Karina van ons is daar, het Samaka van ons is daar. Waarom voert de regering deze van ons niet uit?